Goedenavond allemaal. Weer tijd voor een filmpje over 3D printen. Zo weer een anderhalve week geleden dat er weer een filmpje van me uitkwam. En dus wordt het tijd voor een nieuw filmpje. Een anderhalve week terug stelde ik op het 3D print forum de vraag wat mensen met hun oude spoelen deden. Die dingen die zijn overwegend van plastic gemaakt, al heb je ze tegenwoordig ook in het karton. En ja, je kunt het natuurlijk weggooien, maar milieutechnisch is dat nou ook niet het allerbeste. Nou is het ook niet mogelijk om altijd maar iets te gaan maken hiervan. Maar mijn vraag aan het forum was op dat moment van wat doen jullie met je oude spoelen? Nou, daar kreeg ik de nodige antwoorden op natuurlijk. Antwoorden waarvan het grootste gedeelte ik zelf ook al wel op het internet gevonden had. Ik kreeg ook nog een website, ik dacht dat het van Ultimaker was, waarin een aantal dingen voorgesteld werden, maar uiteindelijk bleef voor mij toch dat ene over wat ik eigenlijk al die tijd al heb gevonden als zijnde waarschijnlijk het beste om te maken. En dat was eigenlijk een soortement van opbergkastje. Een systeem met allemaal laadjes erin. Ik zal er eens even eentje pakken. Allemaal laadjes erin die zeg maar in die spoel passen. En ik kan je dat heel even laten zien, maar dan moet ik heel even de camera gaan verplaatsen. Dus dat ga ik even doen. Kijk, want hier komt die in beeld. Even goed afstand nemen. Het is een houder met allemaal verschillende laadjes erop. Er ontbreekt er nog één, die is op dit moment aan het printen. En zo heeft elke laag in principe 4 van deze laadjes erin zitten. Zo, weer terug naar het beeld van mijzelf. Niet omdat ik nou zo spannend ben, maar als ik hem in de hand heb, is het beeld niet zo stabiel. Dus vandaar op deze manier. Hoe heb ik dat nou gedaan? Hoe heb ik nou zo'n systeempje gemaakt? Nou, eerst moet ik even vooraf zeggen dat ik ervoor gekozen heb, anders dan vele andere modellen, om de laadjes los in die spoelen neer te zetten. Natuurlijk kun je ze met bouten in vastmaken en met schroeven, dan vallen ze er niet uit. Dat is ook het nadeel van mijn systeem. Als je het oppakt en je doet het niet helemaal netjes, dan vallen de laadjes op de grond met de inhoud en al. Dus daar moet je mee oppassen. Maar dit biedt mij wel de mogelijkheid om het hele laadje eruit te halen, het om te draaien en leeg te gooien. En op die manier makkelijk dat op te zoeken wat ik nodig heb. Op dit moment heb ik spoelhouders gebruikt van reaal filament. Tegenwoordig begrijp ik dat ze van karton zijn, de spoelen van reaal. Maar ze waren aanvankelijk van plastic. En die drie spoelhouders die ik daarvan had, die heb ik tot dit ladekastje omgetoverd. Wat belangrijk is als je dit gaat doen, is het eerste is dat je die spoelen gaat meten. Om te beginnen de diameter van dat gat hier. Want uiteindelijk moeten die laadjes precies om dat gat heen vallen, zodat je dat effect krijgt wat je zojuist op de video zag. En ik zal dat straks nog een keertje heel rustig filmen en dan aan de video hangen. Dus met andere woorden, je moet de diameter van het gat gaan meten, want in die diameter, nou het eerste is dat zeg maar die laadjes daar dus omheen komen, maar het tweede is dat door dat gat heen straks er een soort van systeem gaat ontstaan. Want ik vind ook dat het wel belangrijk is om dat systeem niet los op elkaar te zetten. Ik ga hem weer even draaien, dan ga je dat weer zien. Want dan zie je dat hier dat groene ding zit. Dat is waar die spoel overheen valt en ook deze diameter, die moet natuurlijk overeenkomen met die diameter van dat gat van die spoelen. Ik ga hem er weer op zetten. Je ziet, daar gaat hij. Even de camera wegzetten. Dan kan ik het met twee handen doen, anders ligt de zaak op de grond. Dus het eerste wat ik heb gedaan is te meten dat gat van die diameter en wel dus vanwege de ronding van de laadjes en ook vanwege die staanders waar die uiteindelijk op komt te liggen. Het tweede wat je moet meten is natuurlijk de hoogte van de spoel.
Want hij moet hier, die laadjes moeten hier natuurlijk tussen passen. Dus dat is ook een belangrijke. En dan kan je eigenlijk beginnen met de ontwerpen. En dat heb ik gedaan in Fusion 360. Het is eigenlijk heel simpel. Je maakt een cirkel met de buitendiameter van de spoel. Je maakt een cirkel met de binnendiameter van de spoel. Ietsje kleiner, want dat is natuurlijk plastic. Dus ik maak dat 1 tot 2 mm kleiner. Vervolgens een kruis er doorheen met rechte lijnen. Dan heb ik dus in feite 4 laadjes gecreëerd. Ik gooi er 3 van weg, want ik hoef er maar 1 te hebben. Want die moet ik een aantal keren printen. En dat maak ik dat in de juiste maat. En ik extrude dat, oftewel ik breng dat omhoog. Tot op de juiste maat van die spoel. Deze spoel is iets kleiner. Maar de spoelen die hier gebruikt zijn, die zijn in hoogte van 60 mm. En ik heb de laadjes op 59 mm geprint. En dat past perfect. Daar is niks mis mee. Vervolgens heb ik natuurlijk ook die pilaartjes moeten printen waar die spoelen vervolgens op komen te staan. Dat was wel een iets lastiger, want ik wil A, dat er een stuk rond plastic zit waar die op kan draaien als het ware. Dat is het eerste wat ik gedaan heb. Vervolgens heb ik zeg maar die kolom omhoog getrokken. Dan heb ik bovenin die kolom wat minder diameter gegeven, dus die is wat smaller. En aan de onderzijde van die pilaren heb ik het gat iets groter gemaakt, zodat het uiteindelijk over elkaar heen valt en je dus eigenlijk die dingen gewoon keurig op elkaar kunt stapelen. En vervolgens ben ik de laadjes gaan printen. Dit is de 12e die er aan het printen is. 1 zo'n print duurt ongeveer 4,5 uur, zeggen en schrijven. Nou, tel uit de printtijd voor dit project. En dan wil ik ook nog die kleinere spoel, want die is iets kleiner, die is 45 mm hoog. En gaat dus laadjes krijgen met een diameter van 44 mm. En die komt uiteindelijk straks bovenop dat geheel wat we daar al hadden staan. Die laadjes die gebruik ik vervolgens om allerlei elektronica onderdelen die ik met een 3D printer verzameld heb. Schroefjes, boutjes, moertjes, batterijtjes, lampjes. Om die daarin op te bergen. Enige nadeel van dit systeem is dus, omdat de laadjes los zitten, dat je niet eigenlijk het geheel op kunt pakken en veilig weg kunt dragen. Ten eerste vallen de laadjes aan de zijkant er zo dan uit. He, dat heb ik dus gedaan nogmaals, omdat ik dan de laadjes er ook echt uit kan halen. Maar B, omdat die pilaren in het midden, dit zijn stukken die steeds op elkaar geschoven zijn. En die heb ik natuurlijk zo moeten ontwikkelen dat het niet te strak zit. Want dan krijg je het er niet helemaal op. En dan krijg je alleen maar scheuren van. Het zit keurig, maar het zit ook niet te strak. En dus als je het allemaal tegelijk op zou pakken, dan blijven de onderste delen waarschijnlijk staan. Dat is wat ik op dit moment met mijn spoelen aan het doen ben. En als ik klaar ben met die spoelen, dan zal ik ongetwijfeld gaan beginnen met de Acer spoelen. Want mijn vrouw, die vond het ook wel een aardig idee en die zei ik wil dit eigenlijk ook wel hebben. Al zal ik waarschijnlijk voor haar wel de laadjes met bouten en met moeren vastzetten. Je zult zeggen van waarom heb je nou niet gewoon op Thingiverse dat ontwerp gedownload, want het is meer dan genoeg te vinden op Thingiverse, dat klopt. Echter, ik vind dat je ook moet kunnen leren van dit soort projecten. En ik was eigenlijk toch al bezig om een beetje steeds meer te leren van Fusion 360. En dat is dan ook de reden waarom ik het uiteindelijk zelf ontworpen heb. Want het is voor mij ook een leerschool met Fusion 360 te werken. Leuke van al deze printjes, van al deze laders en al deze pilaren, is dat je eigenlijk zoveel achter elkaar print dat je eigenlijk al op voorhand weet tot zeg maar het printbed goed staat, dat je eigenlijk nog maar heel weinig vraagtekens hebt bij blijven de zaken wel zitten op het printbed en dat soort dingen meer. Want je print ze allemaal met dezelfde temperatuur, allemaal met dezelfde snelheid. En bij mij betekent dat de onderste lagen, de eerste 3-4 lagen, dus daar waar die grotere ronding geprint wordt, die print ik gewoon op de normale 100% van datgene wat in de slicer ingesteld is natuurlijk. Maar zodra als die zeg maar echt de wanden van de lader gaat doen, dan gaat die bij mij worden opgeschroefd naar ruim 130% van de initiële snelheid. En dat zorgt ervoor dat de print dan weer een kwartiertje eerder klaar is. Nou, ik wou jullie dit niet onthouden. Ik wou jullie dus even laten zien wat je dus kunt doen met je lege spoelen. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die je ermee kunt doen. Zonder meer waar. Echter ideeën tegengekomen waarvan ik dacht van dit is nou nog beter als dat wat ik nu gedaan heb. Dat vond ik eigenlijk niet direct. Kortom.
dit is mijn oplossing. Dit is wat ik ermee gedaan heb. Ik ben eigenlijk benieuwd of jullie ook oplossingen hebben. Stuur ze gerust in. Ja, tot de volgende keer. Dag.